Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Achter mij zien jullie de top 1 toys. Wij hebben namelijk de tip gekregen dat hier vuurwerk ligt. En best wel uniek vuurwerk. Vuurwerk wat wij niet bij andere winkels zien. Daardoor willen we hier graag even gaan kijken of je echt wat hebt. We zijn nu in Den Haag. Echt hartje Den Haag. Hier heb je dus vuurwerk. We gaan kijken of ze nog wat hebben. Want die tip die kreeg ik helaas al 2 dagen geleden. Ik hoop dat ze nog wat hebben. Let's go. Jongens, zoals jullie zien. Deze knetterlinten. Oh, die zijn wel duur, man. Zo, 8 euro. Maar kunnen ze het proberen? Wat dan? Hé, die oude knetterballen ook nog. Kijk deze dan. Niet roos. Oh, ik dacht heel dat pak voor 1 euro. Color Thunder. Wel allemaal Magic Whip. Allemaal dingen die wij nog niet hebben gezien, man. Ergens anders. Oh, hier. Is dit niet van Nico? Nee, is niet van Nico, man. Vlinders. Leven ze wel. Blinkers hebben ze ook. Ja, die ken ik echt allemaal niet, man. Jij? Nee. Waar is dat van eigenlijk? Verweken. Oh, Broekhof. Lachen. Gaan we ook halen. Trektouwtjes. Hadden we die al? Kijk naar Tinder? Nee. Oh, hierboven ook nog pakketten, jongens. Zie je? Dikke shit. Dit komt eruit, uit het pakketje. Zeg dat nou niet. Nou, ik denk niet weg. Ook even halen om te testen. Leuk. Wat is dit dan? Ken je deze? Ontbloemen zeker. Ja, ik kan moonflowers. Jullie zien het in ieder geval, jongens. We hebben hier een aardige hand. We gaan even wat leuke dingen inslaan om zo meteen te testen. Ik hoop dat je hier namelijk goed vuurwerk kan halen. Hier heb je ook nog een stelling staan, waaronder dit pakket. Ken ik ook niet. Volgens mij is dit van... Oh, je ziet het niet. Even kijken. Ja, boeien. Ik denk dat het Broekhof is. Katan. Cafarata, man. Katan. Cafarata. Ah. Grafpakket ook. Die hebben we natuurlijk ook in België gezien. Oh ja, en die B2B knetterlinten. Ze hebben best wel gevarieerd assortiment. Ja, klopt. We gaan dit even halen en dan zo meteen op locatie afsteken. Let's go. We zijn nu op locatie, zoals jullie zien. Laten we maar beginnen met de knetterlinten. Die waren erg duur. 8 euro, hè? 8 euro of zo. Van Broekhof. Oké. Okay. Dit is trouwens nog de aansteker van Your Pyro. Die kunnen jullie ook bestellen met korting, yourpyro.nl. Dat zijn erg fijne aanstekers. Zo, even kijken. Nou, bro, hier hebben we 8 euro voor betaald. Ja, hier betaal je dus 8 euro voor. Voor 50 stuks. Te bizar voor woorden. Daar gaan we even een heel pakketje van doen. Dat is 2,5 keer de prijs van die van de Aldi of de Lidl. Ja, en die gaan ook goed. Dat is echt zonde van het geld. Zo zonde. Ja, dit lijkt dan wel wat, maar het is echt niks. Het is echt niks. Wat we ook hebben. Dat was dan even 8 euro. De Magic Whip. Gaan we kijken of die knetterlinten wel goed zijn. Die zijn ook van Broekhof. Ja. 2,50 waren deze. Oh. Heel erg duur. Even kijken. Even serieus. Oké, okay, dus hoeveel knetterlinten hebben we? 53 stuks? Ja. Voor, 54 stuks. Ja, voor 10 euro. Ja, en deze gaat niet eens aan. Dit pakketje was 2,50. Echt drama, man. Voor dit. Deze zijn nog slechter. Dit is eerder Boiling Waters. Ja, of de tram die langs rijdt. Is dit rare pakket. Lijken net vlinders. Blinkers noemen ze. Nou. Lijkt op die Spaanse vlindertjes inderdaad. Die gatito's. Maar wel apart vuurwerk dit. Maar dat zou ook wel iets zijn van een Flashing Diamonds. Kijk dit. Zet ik eens eentje aan dan. Rare dingen, man. De rook blijft wel lekker hangen. Hoppa. Een flesje. Denk het ook, ja. Gewoon Flashing Diamond dus. Zullen we kijken of de knetterballen wel bestaan uit de oude vertrouwde? Wat denk jij? Ik denk het niet. Zie je? Ja, ook niet heel mis toch? Nee, als ze hard knetteren dan is het gewoon goed. Even kijken. Nou, op zich niet heel verkeerd. Nee, maar... Niet goed, niet slecht. We zijn dus echt op zoek naar het beste categorie 1 vuurwerk, jongens, dus
soms zitten nog wel... Ah, de knetters zijn wel gewoon redelijk. Maar die knetterlinten waren echt tegenvallen. Laten we deze ook maar even proberen. Crackling tubes. Ziet eruit alsof er een paar strijkers in zitten met die witte kop daar zo. Nou, dit zijn knetterrotjes. Ja, dat zijn gewoon knetterrotjes. Ah. Maar goed, misschien... Weet je wat ik sowieso vind? Weet je welke goed zijn? Die kortsluiters. Ja. Klopt. Hey. Nou. Crackling Thunder. Even serieus, die naam alleen al. Ik heb deze al eerder gehad hoor, maar... Ik kan niet meer herinneren. Zo, serieus. Zo, caches. Alles tegelijk. Ja, alles in één keer. Even kijken hoe die zijn. Die zijn nog niet heel slecht. De Gold Fountain. Die was volgens mij ook niet heel duur trouwens. Kijk, lijkt net Crazy Robots. Oké. Okay. Even rechtop zetten om te testen. Ja, doe maar. Zou sowieso iets van de happiness of zo, toch? Ik hoop het. Dat is de happiness, hè. Ja, die kan je bijna op een taart zetten, man. Als deze niet knetteren nog, dan is het heel slecht. Ja, nou ja. Slecht, hè? Die kan je echt op een taart zetten. Kijk, nitro's hebben we ook. Klinkt heel wat. Huh? Wat is dat dan, joh? Soms, als je dus categorie 1 vuurwerk koopt en je denkt dat het heftig is, dan... Word je dus flink teleurgesteld. Maar die rook is wel vet, hè? Blijf goed hangen vandaag. Deze zijn misschien nog wel het beste daar. Van Broekel. Hey, Mies. Wel lekker sfeertje zo. Kijk eens achter je dan. Zo, die rook blijft goed hangen, hè? Nou jongens, om er toch nog wat van te maken, hebben we hier zo de cracklinballs allemaal uit elkaar gehaald. Die gaan we wel weggooien straks. Ja, klopt. Maar dan is het tenminste nog wat. Aan best de eer om het aan te steken. Ja, dat dacht ik ook, ja. Hier zo? Ja, joh. Torch. Ja, doe jij maar. Ja, kom. Hoppa. Nou, dat moet wel wat zijn. Ja. Ik dacht trouwens ook dat de top 1 toys niet meer bestond, man. Ik dacht dat het allemaal intertoys was geworden. Ik dacht de top 1 toys, daar haalden we vroeger natuurlijk ook altijd ons vuurwerk. Pas vanaf 2001 moest vuurwerk in de bunkers liggen. En vroeger in de top 1 toys in Delft lag alles gewoon achter de kassa. Broden, cakes, alles kon je gewoon zo krijgen. Ja, ik wil die cake, ik wil dat pakje. Dus ik dacht van, nou ja, de top 1 toys heeft al wat. Dus kijk goed waar je vuurwerk koopt. Daarom is het maar goed dat wij die video's maken om jullie te laten zien van, hey, wat is goed en wat is minder. Zo kunnen jullie bijvoorbeeld bij bepaalde winkels alles laten liggen. Tot nu toe, wat vind jij de beste winkels? Ja, Lidl en Aldi toch? Ja, Lidl blijft toch een van de betere, samen met Vuurwerkbunker, waar je natuurlijk veel van Funke kan krijgen. Klopt. Ook de original pakketten. We hadden laatst trouwens die video van dat we daar gingen halen, maar alle original pakketten waren direct na onze video uitverkocht in Pijnakker. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. Morgen gewoon weer een video om 4 uur. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Later.